Als deze volgende grot niet meer heeft dan één treasure, dan word ik boos. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, Zelda 22, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben we boven de Wistful Wilds het een en ander al voor elkaar gekregen. En eigenlijk hebben we bovengronds alles al voor elkaar gekregen. En zijn we dus de Cavern of Chaos, geloof ik. Nee, de Cavern of Heroes. Cavern of Heroes. Laten we even kijken hoe dat die heet. Ja, springen dan maar allemaal even in. Ik wil eventjes de naam weten hoe dat deze dungeon nog weer heet. Hall of Heroes. Geen cave, maar de hall. Nou ja, oké, prima als het beestje maar een naam heeft. Maar ik wil wel dat er meer treasures zijn als één. Want met één komen we niet weg. Goed, nou. Nee. Daar trappen wij niet gelijk in. Oh, het zijn er gelijk ook twee ook, hè. Oké, nou. Aanvallen. Oké, eentje is weg. Dat is de eerste. Oké, dan hebben we dus... jongens, jullie zijn al een lokketje daar. Oké, we gaan kijken of we dit kunnen zonder een deflowerization. Geen deflowerization mogelijk. Shift F7. Oh, die andere komt er ook al bij. Nee hoor, deflowered, helaas. Op het moment dat je je mond opentrekt... daar valt iets naar beneden, dacht ik. Ik zag iets vallen. Mis ik nou een Pikmin? Gewoon aanvallen. Hij heeft onze flowers afgepakt. Kill hem! Auw. Dat deed pijn. Ik zie hem ineens niet. Waar is die ene dan heen? Nou, hij zegt niet dat hij dood is, maar... Zit hij ergens dan bovenop of achterin? Hij is gewaterd! Waar is hij? Ja, maar waar is hij dan? Daar is hij. Oh. Oké, we hebben hem mogen redden. Het is de eerste keer dat we pas eigenlijk een waterresort tegen zijn gekomen. Dat we dus zeg maar een spuit 11 met water hadden. Wij zijn met purples daar. Oh, een aanvallen. Zo, jij stuit het gewoon helemaal deze kant op. Lekker voor je. Oké, nou. Purples. Kill an attack. Wannabe Squirtle. Oké, nou, even dit hek even weghalen. Jongens, laat gewoon liggen. Wij zijn hier alleen maar voor treasures. Zit hier eigenlijk wel iets achter? Dat was zinloos. Zit hier iets achter? Oké, weet je wat? We gaan gewoon geen dingen meer slopen. We gaan gewoon eens kijken of er iets achter zit. Ziet er ook leeg uit. Treasure meter gaat niet op en neer. Weet je wat? We nemen gewoon eventjes onze tech team Delta mee voor die stomme... Blowhawks. Watery blowhawks. Fiery blowhawks. Maakt niet uit, zijn blowhawks. Opdonderen! Jullie kunnen ons niks maken. Zit hier iets achter? Nou, de treasure gaat wel iets omhoog hier, maar ik denk eerder dat het daar zou zitten. Oké, weet je waar we killen? FM is. Tot nu toe ook geen vallende bommen. Echt, ik ben zo voorzichtig voor alles op dit moment. Wat zit hier achter? Een knikker. Zou dat weer de enigste treasure zijn die we hier kunnen vinden? Weet je wel, beginnen jullie alvast eventjes hier als het weer echt één treasure is. Ik word zo reinig. Ik word dan niet vrolijk. Ik weet dat er maar 13 treasures zijn, maar dat wil niet zeggen dat je 13 treasures 13 sublevels moet maken. Absoluut niet zeg. Oké, nou jullie eventjes hier. Waar? Hier. Goed. Haal die muur naar beneden. Zelfs Team Attack Delta is nog sneller dan jullie. Jullie zijn met zoveel meer. Oké, jullie hebben wel de kracht van Team Pikmin, maar dat maakt niet uit. Goed zo. Nou, neem die knikker. En ik ben bang echt dat de enigste treasure is die we hier gaan vinden. Dat zit hier achter. Volgens mij zit hier achter. Geen ei of zo? Oh, niks? Kom op, we hebben op zijn minst wel een eitje verdiend met nectar erin. Ik kan me echt vertellen dat er niks in zit, hè. ...85 voor een knikker. Wat zijn dit voor lage dingen? Love spear. Wat hebben jullie tegen liefde? Is liefde niks waard voor jullie of zo?
Ja hoor, weer één treasure. Oké, dan ben ik een boos konijntje. Nee, geen eieren, helemaal niks. Ik begin deze cave nu al te haten. Zo erg is het. Goed. Nou, we hebben in ieder geval hier ook weer de treasure, dus laten we maar gewoon dieper gaan. Echt, als dit zo een gimmick blijft, ik word zo grijnig. 13 caves later. 4. Was dit dan weer één? Oh god, nee. Oh. Ja, deze vloer heeft ook maar één item erin zitten. En het ergste is, hij heeft snijvogels. Als jullie nou zelf eventjes daar even gaan sorteren, ga ik al even kijken of er eieren te vinden zijn. Want er moeten hier toch ergens eieren te vinden zijn. Even kijken. Volgens mij zijn hier wel eieren te vinden. Tenminste, we hebben net een deleving gehad. Ga me nou niet vertellen dat het spel zo gemeen is. Tot we naar een deleving gelijk Snaggrits met een Deadpool moeten pakken. Jawel, dat zegt het spel dus wel. Oh boy. Even regroepen, jongens. Even regroepen. Jullie gaan hier staan. Ik wil alleen mijn paarse hebben. Alleen paarse. Ik weet dat jullie mee willen vechten, rode. Maar dat gaan we niet doen. Oh, nou zitten daar. Nee, één paarse minder. Dan mag ik niet zo fluit. Weet je wat? Doe eventjes die rode hier pakken. Jou ook. Sorteren is nog nooit zo lastig geweest met de Pikmin af en toe. Oké, nou, jullie pakken dat. Jij houdt eventjes het andere team bij elkaar. Zorg ervoor dat ze niet in de weg gaan lopen. En wij gaan op zoek naar die snijkvogel. Hoi, snijkvogel. Hoe is het ermee? Oké, ik denk dat ik deze nou het beste kan gaan doen met potions. De reden waarom is... we hebben er een paar leaves tussen zitten. Potions, dat doen ze nog eens een keer wat meer schade. Oké. Maar dan moet hij wel vast komen te zitten met zijn snavel. Oké, duik gewoon weg. Gewoon op en neer blijven lopen. Oh, verdurrie! Kom op, zoveel potions heb ik niet. Kun je één keer vast komen te zitten tot dit geen waste of potion was, please? Hij is echt gemeen vandaag, jongens. Oh, dan gaat hij ook nog Patrick Stuiter zijn. Ah, duik nou eens gewoon onder. Ah, oh, wat ben je gemeen. Wat ben je gemeen. Ja, we wachten heel even tot hij weer onderduikt. Oké, nou. Potion effect. Kom op, we hebben één potion verspeeld. Jij zit vast, jij zit vast. Dit is onze kans. Dit is onze kans. Aanvallen, 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 aanvallen. Oké, kwart helft. Hopelijk zit hij nog een keer snel vast. Jij zit nog een keer vast. Dan zou je denken, we gooien er dan nog een keer een purple potion tegenaan. Maar dat heeft geen nut. Oh, we hebben een combo. Combo breken, combo breken. Kom op, kom op. Nog een keer. Oh, dat was niet slim. Oh, hij heeft er een te pakken. Hij heeft er een te pakken. Oh. Potion. Oké. Die potions die zijn nu echt nodig voor de snelheid. Oké, we zijn er eentje kwijt. Kan ik mee leven. Oké, kom naar boven met je snavel vast. Juist! Oké, dit hoeft nog maar één keer. Nog één keer hoeft hij maar met zijn snavel vast te zitten. Oké, dus niet met je snavel vast zitten. Oké, wegrennen. Ga je naartoe. En dan midden in duiken. Watje. Mietje. Oh. Potion. Ah, kom op. Ik kon die niet. Oh, je hebt het zo gemeen. That's so not fair. Weet je wat? YOLO it. Hij is dood. Hij heeft geen HP meer. Jij bent hartstikke dood. Sterf.
Waarom speelt die muziek nog? Moet je hem eruit krijgen? Nee, hè? Oh, toch wel? Ik hou het in de gaten. Ik vertrouw het voor geen centimeter. Die muziek speelt nog. Er zit wel een mooi muntje bij. We zijn 3 Pikmin eraan kwijtgeraakt, maar... Ik vertrouw het niet dat die muziek nog speelt. 1000 poko's. Kijk, dat is nou eens nog eens een keer wel waard. Lustrous Element. Nou ja, eigenlijk is het niet meer echt nodig dat we iets vinden wat echt veel waard is of zo, maar... Waarom speelt hij de muziek nog? Er zit hier geen treasure. Zit hier dan nog zo'n vijand of zo? Hebben we gewoon geluk? Niet dat het veel uitmaakt, maar... Weet je wat? Screw it. Ik ga gewoon naar huis. Zoek het uit. Pak een kop koffie. Doei. Oh, jeetje! Ja, er zit er dus nog eentje. Nou ja, hij heeft geen treasure, dus die gaan we ook niet verslaan. Ik bedoel, rip 3 paarse Pikmin. Waar is de uitgang? Kom op, vertel me dat hij... Oh ja, die zat daar bij de Pikmin. Oké. Okay. Nou jongen, ik laat jou alleen met die minder levendige Snagrit. En gezoek het maar lekker even uit. 3 purple Pikmin op zich, dat is niet zo'n ramp. Hall of Heroes, sublevel 5. Dat was echt creepy. Oh, eerst wordt heel je team gedeflowerd en dan nog eens een keertje dat je dat voor je in de plaat krijgt. Dat is gewoon gemeen. Happiness! Happiness is our destiny! Nou, niet dat beest aanvallen. One Wisp, hup, aanvallen die op. Defense, defense, defense. Pakken, 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 pakken. Oh, nog eentje. Pak hem ook maar. Kun je eventjes al mijn Pikmin eventjes ondergrond slaan? Nee, niet mij! Auw! Flauwen ze! Ja, dankjewel voor die munnies, hè. Oké, dankjewel. En voor je goede diensten dat je mij nou een enorme kop aan hebt bezorgd. Sterf! Nou, ze maken ons in ieder geval weer een flower, dat is wel lief. Hebben we alle... Is alles weer een flauwertje? Mooi. Krijgen we nou nog een klonen? Dat we Pikmin kunnen klonen? Dat zou wel fijn zijn. Ja! Dan denk ik... Nog extra honeybeers even pakken. Oh, hoi. Er zit hier heel veel om ons te helpen, dat is zeker. Oh, ho! Golden Stitch! Ik ruik potions! Ah, hij is ondergronds. Ah, dat was onze kans voor potion. Ah. Nog meer? Aangezien dat we paarse... Oh, daar zit er een, daar zit er een, daar zit er een. Oké, paars. Oké, we hebben de potions. Oké, ik ga die potion terug doen. We gaan nog heel voorzichtig voor zijn. Oké, kom hier. Ja. Van mij een paar dragen jullie alles mee. Ik heb potions nodig. En hard. Oké, Olly maar niet zo springen. We gaan eventjes dichtbij. Dat we goed kunnen zien. Niet springen. Niet springen. Hoort zo. Oké, dat is 1. Of 2 in dit geval. Oké, doen we even zo swappen. Jij pakt hem. Duw maar in. Slurpen! Slurpen, president! Slurp de slurp! Oh, oh! Oké, ik ben nog op tijd. Ja, oké. Okay. Oeh, oké, okay, goed zo. Nog een honeywisp. Oh, maar 1 Pikmin, zagen jullie daar? Zo, oké. Okay, nou, ik denk dat ik er dus een rode in ga gooien. Even wachten nog 1 keer. Krijgen we er toch weer 3 terug. We zitten toch weer op 100. En mochten we dan een paarse flower vinden... Dan hoeven we ons niet echt zoveel zorgen te maken aangezien dat we dan zeg maar onze tech team weer eventjes kunnen improven. En waarom deed ik dat met de hand? Ik kan gewoon toeteren. Oké, nou, nectar ligt hier genoeg.
Is er nog een extra... Oh ja hoor, hoi. Vergeet niet, Honey Wisp, die kunnen dus ook potions droppen. Hè? Dus vandaar dat dat heel erg belangrijk is. Nou, in ieder geval die rode potions. We hebben iets van geld opgehaald van vijanden. Zit er aan de achterkant nog? Zit daar nog iets? Ik hou van deze happiness momenten. Even een moment of peace. Ik had hem beter kunnen doen, omdat ja, er zat dus nog zo'n golden flim beetle en daar hebben we alleen de nectar uit kunnen krijgen. Nou, jullie hebben hier nou een treasure geskipt, dus dat wil zeggen dat jullie nou bij de volgende gewoon twee treasures geven, op zijn minst. Ja? Dat is heel belangrijk. Ik maak me zorgen. Water hazard. Oh boy. Ken ik van dit eiland af zonder dat ik... Ja, ik kan die kant op. Oh boy. Even alles bij me fluiten. Oké, ik zie yellow. Oh boy. Water dappel zie ik daar ook. Ik ken hier niet even fatsoenlijk... Ja, of... Ik moet een Pikmin lokketje gooien, maar er zit ook een waterdappel daar. Oh, daar ligt nou die blauwe. Hopelijk gebeurt er niks. Oké. Okay. Hey, Leiden, eerst die waterdappel af. Hallo. Nee. Kom op, val hem aan. Goed zo. Als het het leven kan redden van een Pikmin, dan gebruik ik die purple potion maar al te graag. Oké, nou, dit moeten we dus echt doen met ons blauwe team. Goed dan. Oké, daar is een Woliwok. Hi Woliwok. Hoe gaat het mee? Alles kit. Hi. Oh. Ik spas weer alle kanten op mijn controle. Dat is niet echt handig. Oké, wachten. Nou, laat hem wel omspringen. Kom maar, jongen. Ik hou ervan als je luistert naar mij. Nooit luisteren naar je vijand. Dat is het domste wat je kan doen. Hoop, jij blijft leven. Goed zo. Niet je weer rug omdraaien. Laat aan de zijkant. Alles is goed. Ai. Vind je niet leuk, hè? Gewoon rustig de tijd vernemen voor de kring. Ah. Wat jammer. Oké. Die water nipple, die kunnen we gewoon... Water double, sorry. Jij blijft van mijn Pikmin af. Die watervisjes, echt, daar ga ik nog niet eens de tijd aan besteden. Oh, hoi. Gaat irritant wezen? Ja, gaat irritant wezen. Kunnen wij ook! Dit is de manier waarop dat je ze echt wil verslaan. Gewoon rustig wachten tot ze zeg maar in de lucht zijn. Ontwijken die hap. Pikmin erop gooien. En voordat hij springt, geen nieuwe Pikmin er meer op gooien. Jammer. Game over. Shift F7. Oké, nou. Ik wil nu heel eventjes voorzichtig deze... Oh boy. Rechte lijn naar voren, rechte lijn naar voren, rechte lijn naar voren, rechte lijn naar voren. En ga maar hier even stilstaan. Goed. Wij willen deze treasure meenemen. Oh! Oh, het is nectar. Het is goed. Oké, jullie zijn gelijk weer geflowerd. Hadden we daar nog achter wat lief zitten? Nee. Vraag ik me even af, zit hier nog een treasure ergens? We hebben daar nog een Woliwok. We hebben daar nog een vijand. Oh, we hebben daar de water wel voor nodig. Volgens mij zit ook weer één treasure. Hoe gaan jullie... Oké, jullie gaan een hele omweg nemen. Dus hij moet ook verslagen worden. Oké, kom maar. Oh, hij kan niet springen. Haha, dombo. Oké, kom maar. Jullie doen het goed, jongens. Oh, niet wegspringen voor mij. Oh. Yeah. Oh, dat kostte geen Pikmin, dat is goed. Oké, dat is goed.
Oké. Het is weer veilig. Ga maar verder. Ga maar verder met waar jullie mee bezig waren. Breng hem maar naar boven. Als dat de enige treasure is, dan hoef ik me geen zorgen te maken over dat beest. We hebben wel een purple potion moeten gebruiken voor het redden van het leven van een Pikmin. Was het waard, nog steeds. Media. Stringent container. Dat is toch zo'n container waar dat ze die soort van batterijen in laten en zo. Weet ik veel. Ik zeg ook maar wat. Ik weet ook niet wat ik zeg. Oké, nou, weer één treasure. Jongen. Nou had ik wel het verzoek gekregen van... ja, kun je misschien de laatste caves dan een beetje wat meer op fast forward gooien? Omdat, sommige zijn nogal langdradig of zoiets. Nou, ze zijn tot nu toe allemaal een enorme uitdaging. Dus op het moment dat ik dat zou gaan doen, dan zou sowieso de let's play, ik weet niet hoe snel, al voorbij zijn. Maar dan is ook eigenlijk de spanning weg, want dit zijn de moeilijkste caves die in het spel te vinden zijn. Dus zou ik een beetje zonde vinden om dat op fast forward te gaan doen. Dan moet ik wel zeggen dat het spel een beetje gemeen is op het moment door te zeggen van... kom, we doen maar één treasure per vloer. Een beetje snelheid kan geen kwaad. Nou, weet je wat? We doen nog in deze aflevering nog één vloertje. Vind ik leuk. Hole of Heroes. Oh boy. Is dit Krabs of Kwal? Oh. Oh, nee. Dit kan problematisch worden. Mag ik een safe ruimte? Holy snijvogels! Maak een safe ruimte. Kom op. Tijd is om. Zorg dat ik even snel ben. Oh, ik mis 5. Ik weet niet waar dat die 5 zijn. Ga jij eens even op zoek naar die andere 5. Ik heb ze gevonden. En 2 zijn er van... Twee van de zijn er niet, hebben het niet overleefd. Oh boy, dat deed pijn. Oké. Dus jullie willen zo'n spelletje spelen. Goed. Wij gaan zo'n spelletje spelen. Kapitein, wij gaan het doen. We gaan deze 2 tegen elkaar opzetten. Dat was niet echt hoe ik het in gedachten had, maar... Kun je ook tegen hem aanvallen? Dat zou leuk zijn. Ik weet welke attack team paars hiervoor nodig heb, maar... Oh, dit is een follower. Oké, dan sla ik jou gewoon naar de zoden Filipijnen. Ik sla je gewoon... Oh. Je eigen steen misschien? Irriteer hem, niet mij! Ik moet hier echt paars team voor hebben. Oh boy. Wacht, ik heb een idee. En niet tegen, hè? Oh. Mee. Concentratie. Yes! Bullseye. Extra punten. Goed. Jij gaat heel eventjes hier safe staan.
Dude, kun je nou even alleen je paars even pakken? Nee! Oh, da. Goed, andere strategie. Oh boy. Aha. Oh, te veel stenen. Sorry dat ik zo geconcentreerd ben. Oké, jij bent ook uitgeschakeld. Goed. 10 paars. Oké. Hebben we nog maar 13 paarsen? Of 17? Ja, klopt. Oké. Goed. We gaan hem afleiden. Oh nee, ik zie jou daar. Oké. De steenwerpers zijn uitgeschakeld. Oké, zorg ervoor dat hij met zijn kombaas even naar ons draait. Ga maar om. Oké, go. Makkelijkste baas ooit. Hier is te doen. Joehoe. Hallo. Hier is het te doen. Kunt dan met die lelijke bakkers van je. Oké, gooi. Kom op. Oké. Hoe? Wat een vloer des paniek. Nou, we zijn 2 Pikmin eraan kwijtgeraakt, maar op zich vind ik dat niet echt veel. Oh, dat was lastig. Volgens mij is dit inderdaad die cave van baas waar ik het de vorige keer over had. Nou, weer 100 poko's voor een ring. Joyless Jewel. Het staat een hartje op. Wat hebben jullie tegen de liefde? Serieus, voel de liefde. Hoezo is dat joyless? Maar goed, ik wil het daar wel bij gaan laten in deze aflevering. Dus heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar natuurlijk tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar natuurlijk tijd voor hebt. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien bij de volgende aflevering. Ja, daarmee wil ik het eigenlijk laten. Dus bedankt voor het kijken. Doei!